Wat zien we hier voor een bijzondere expositie? Hij is op reis langs meerdere gemeentes en nu in Zwolle. Je gaf het net al even aan, het is belangrijk dat deze expositie nu ook in Zwolle te zien is. Kun je nog even uitleggen waarom? Ja, de expositie is Open je ogen. Open je ogen voor mensenhandel, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting. Ja, je ziet het pas als je door hebt, dat is een Cruyffiaanse wijsheid. En ook hier is het geval. Heel veel mensen worden uitgebuit, ook in Zwolle. En als je het niet ziet, dan zul je ook die mensen die kunnen helpen of de criminelen kunnen aanpakken. Dus er moet ook een stukje bewustwording creëren bij mensen. Ja, juist. Juist bewustwording. Deze expositie die zal in eerste instantie, als je maar rondloopt, zorgen dat je ogen opent. Dat je echt weet wat er speelt in de stad en om de stad, ook als je het niet wil zien. En in tweede instantie, als jij een niet-pluisgevoel hebt, als je denkt, ja, daar zitten dingen niet goed. Wat ik zie in mijn werk of in mijn omgeving, misschien bij de buurt. Ja, dan kun je daar dus ook melding van maken. En daar zijn we als gemeente ontzettend naar op zoek. Mensen die melding willen maken, zodat we daadwerkelijk kunnen helpen en kunnen doorpakken. We hebben hier een reizende expositie. Waarom is het belangrijk dat mensen deze expositie bezoeken? Wij vinden het als Comensa heel erg belangrijk dat er meer bewustwording komt voor mensenhandel. Mensenhandel vindt overal plaats. Ook in de gemeente Zwolle kan het plaatsvinden. En meer bewustwording ervan. En ook het signaleren, het melden van mogelijke misstanden. Dat is heel erg belangrijk. En daar vragen we aandacht voor middels deze tentoonstelling. Is het ook nodig, zo'n tentoonstelling? Ja, het is echt nodig, want we zien nog steeds dat mensenhandel iets wordt gezien wordt als iets wat ver van je bed zich afspeelt. Het gebeurt in het buitenland, het gebeurt in de grote steden, maar ook in Zwolle kan het plaatsvinden. Dus meer bewustwording ook in Zwolle is heel erg belangrijk.